Hi, ik is Kevin van die kerk. Ik is een plaatselijke kunstenaar van George, Pakkestor. Die airbrushing het begin omtrent so 2 jaar geleden, waar ik een commissie gekregen om iemand zijn bonnet te doen. En dat is basis waar die gogga mee gebeten het en daarvan heb ik net liefde gekregen daarvoor. Vertel een beetje van die techniek wat airbrush je verleent. Die techniek van airbrushing geeft je zoveel meer geleentheden, want het is helemaal anders als schilderkunst. Met de airbrush kan je bijvoorbeeld verschillende shadings krijgen met één spuit. Je kan verschillende groottes, die naad kan zo klein gaan zoals een naad kan je spuit, om daar extra detail te krijgen. En dan natuurlijk, wat zo nice is, is aan het einde van die airbrush, van die kunstwerk, krijg je nog zijn kleerkoud en dat is waar alles zijn vorm krijgt basis met die verschillende toonwaardes wat uitkom en is helemaal geseel. Sê vir my, wat krijg jij uit die nieuwe experimenting uit, als ik het dit mag noem? Ik krijg zoveel satisfactie, want dat is altijd iets wat ik naar gekeken heb, naar gedroom heb en ik heb altijd mag gekeken, doen die ouders dat en nou kan ik het zelf doen en is voor mij absoluut een plezier. Zeg maar, is dit de eerste keer wat jij dit op elkaar gedoen het? Nee, dit is mijn tweede keer. Ik heb voorheen